Boerendemonstraties, klimaatprotesten. Er wordt weer een hoop gedemonstreerd in Nederland. Boerendemonstranten die nou het provinciehuis in Groningen hebben bestormd. Wat vindt u ervan? Terecht. Ik vind het helemaal goed. Er wordt al gezegd, die demonstratie van die boeren die is illegaal. Nou, geloof jij dat? Wat is nou tegenwoordig illegaal? Illegaal? Het blokkeren van die snelweg bijvoorbeeld? Ja, maar je moet toch geen aandacht zien te krijgen, want ze luisteren gewoon niet. Een groep klimaatactivisten die heeft een straat in Amsterdam geblokkeerd. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, die kinderen weten niet waar ze het over hebben. Dat soort mensen die moeten de kraakpanden uit. Gewoon ook net als normale Nederlanders. Gewoon gaan werken, huisje, boompje, kinderen gaan planten. En dat moeten ze gaan doen. Wat vindt u ervan dat die boeren met al die tractoren de snelweg hebben geblokkeerd? Dat ze groot gelijk hebben. Want een groep klimaatactivisten die heeft ook een weg in Amsterdam geblokkeerd. Nee, dat vind ik niet goed. Nee. Er zijn ook nog burgers die naar het werk moeten. Die boerendemonstranten gaan met allerlei tractoren op de snelweg. En dan hebben ze de grootste file ooit veroorzaakt. Ja, dat heb ik wel gezien. Ja. Maar ik denk wel dat het wel een goed recht van de boeren is natuurlijk. Klimaatdemonstranten die hebben ook met allemaal bakfietsen de weg geblokkeerd en een file gecreëerd. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik niet normaal. Wat zou de politie met die boerendemonstranten moeten doen? Volgens mij is er geen houden aan, dus wat kan je er tegen doen? Gewoon lekker laten gaan? Lekker laten gaan, denk ik, ja. En wat zou die politie met die klimaatactivisten moeten doen? Oppakken, ja.